Jaco, een pittige wedstrijd in Rotterdam, waarvan de eerste helft eigenlijk wel heel goed was. Wat heb je met de jongens nabesproken? Ja goed, als je wedstrijd analyseert, dan hadden we maandag nabespreking. Kijk, wij speelden inderdaad de eerste helft, nou niet de hele eerste helft, was nog 10 seconden of 5 seconden. Tot het einde van de eerste helft spelen we echt een uitstekende wedstrijd. Klopt alles zoals we hebben afgesproken. Hebben bijna niet in de problemen geweest. Zoals ik nu al weet, denk ik één schot van Tonstra van 16. Maar dat gebeurt of je tegen Feyenoord speelt of tegen wie dan ook. Schot van afstand, voor de rest stond uitstekend. Spelen we goed, creëren we denk ik twee hele grote kansen en nog een paar mogelijkheden dat je met betere laatste pas, daar kon je ook voor gevaar zorgen. Niks aan de hand. En dan gebeurt precies zoals we hebben aangegeven in de bespreking voor de wedstrijd. Dichtbij eigen 16 meter, eigen mensen volgen. Niet overname omdat je geen tijd hebt. En dat gebeurt precies 5 seconden voor tijd. Beetje unlucky. Maar gezien die tweede helft, 2-0, corner, niet opletten. 3 penalty vanuit corner. 5e doelpunt vanuit corner. En dat hebben we al 2 dagen getraind en 20 keer gezegd. Goed naar de situatie kijken, niet omdraaien. Dat zijn wel spelers die met de trucje kunnen heel snel nemen. En dat gebeurt er toch. En gaan we niet meer accepteren. Ik probeer gewoon met hun gewoon duidelijke afspraak te maken. Normaal communiceren. Maar dat soort dingen, dat gaan we niet meer accepteren. Ja, vrijdag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Waar leg jij, of waar heb jij deze week de focus op gelegd tijdens trainingen? Ja, goed. Wij hebben maandag wedstrijd nabesproken en dan moeten we afsluiten en gewoon denken voor volgende wedstrijd. Ik denk dat de komende 10 dagen zijn voor ons 3 belangrijke wedstrijden waarvan je 2 thuis speelt. Dan spelen we tegen zware tegenstanders. Utrecht is gewoon een uitstekende ploeg. Nou goed, hebben we gisteren en vandaag goed getraind. En proberen iedere wedstrijd positief te benaderen. Niet vanuit situatie dat we niet kunnen verliezen, maar vanuit situatie dat we kunnen winnen. Dat vind ik een totaal andere benadering. Anders ben je kansloos. Ja, maar waar liggen vrijdag onze kansen voornamelijk? Ja goed, onze kansen liggen gewoon dat we voorin met een paar wisselingen gewoon moet wel gebeuren met de mensen die goed aan de bal zijn. Maar voetbal is niet alleen maar goed aan de bal zijn. Moet je ook goed zijn als je bal niet hebt. Anders is het heel moeilijk. Dus daar moeten we opletten. Zij hebben gewoon scherpe counters met Kerk van de Streek die achteruit komt. Ligt eraan of die Dalmau of Mahi misschien in de spits speelt. Ik ken bijna 90% van die spelers. Ik heb daar ook gewerkt. Gewoon uitstekende ploeg. Ploeg die moest bij de eerste 4 of 5 eindigen. Hebben ze problemen gehad. Af en toe wisselvallig. Af en toe denk je, nou, verliezen ze veel. Maar dan moet je wel zelf goed zijn. Wij spelen thuis. Moeten ons veel meer vertrouwen geven. En gewoon niet bang zijn. Niet bang zijn met name aan de bal. Als we daar niet comfortabel zijn, dan word je steeds drukker en onder druk gezet. En dan kom je niet meer eruit. Dus ik hoop wel dat we wel na die domper in Rotterdam, dat we gewoon een betere partij bieden. Hoe is het met onze ziekenboeg? Ik zag Freek en Dries en Paul weer op het veld. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik weet niet of dat nog voor vrijdag goed is. Maar goed, deze ploeg heeft zoveel pech gehad het hele jaar. Dat zijn enorme belangrijke spelers. Sadiki, Paul Lonch en Freek. Dat is de stabiliteit van jouw elftal. Daarom kon Willem II vorig jaar ook voorin veel meer doen, omdat je blok van 6 hebt gehad. Dus wij hebben daar Wesley, wij zijn hartstikke blij mee. Dat is gewoon een jongen vanuit de opleiding. Heb je Salai. Proberen we met Mike. Hebben goede spelers voorin. Alleen maar daar, die blok moet wel scherp zijn en sterk. Ja, soms spelen we goed, soms spelen we minder, maar dat is normaal. Maar wat ik wil aangeven, deze 3 spelers zijn enorm belangrijk voor ons. En hopen we dat ze gewoon na weekend beschikbaar zijn.